Op 16-jarige leeftijd heb ik een bromfietsongeluk gehad en daar hield ik een hele slechte enkel aan over. En 16 jaar daarna kreeg ik een chronische ontsteking, een chronische botontsteking erin. En als je maar pijn genoeg hebt, dan is de keuze om voor een amputatie te gaan makkelijker als dat je morgen wakker wordt en in één keer je been mist. Toen de tijd kwam Anton bij mij en Anton vroeg eigenlijk wat ik er mee zou en waar ik mee zou willen kunnen. Toen heb ik hem een heel lijstje gegeven van skileren, schaatsen, noem maar op, hardlopen, enzovoort, enzovoort. En toen vroeg hij aan mij of ik niet eerst wilde beginnen met gewoon lopen. Ik zeg, dat moet eigenlijk wel gewoon kunnen. En ik zeg, dat lijkt me geen probleem. De kracht van Live It. Ik denk met name, en ik kan natuurlijk niet voor iedereen, maar voor mij wel het luisteren naar mij, wat ik wil en waar ik heen wil. Ja, wat is er nou fijner als dat je op het strand bent met je kinderen en je kunt gewoon het water inlopen. Dat je niet op je krukken de zee in moet of wat dan ook. Dus ik ben toenertijd hebben we gekeken of we dus inderdaad een prothese konden maken die waterbestendig was. En waar ik ook gewoon mee kon lopen en eigenlijk alles mee kon doen wat ik ermee wilde doen. En dat werkt prima. Mensen kijken als je op vakantie gaat en je gaat zwemmen en je loopt gewoon in je korte broek of in je zwembroek en je hebt die prothese aan. Mensen kijken misschien wel, maar hebben daar toch op een of andere manier, het breekpunt is veel makkelijker. Je wordt veel makkelijker aangesproken van, hé, wat goed. Terwijl als je, mijn vader zei vroeger, toen ik in het ziekenhuis lag en net die amputatie had gehad, zei hij van, toen ik in de rolstoel zat, moet je er geen dekentje overheen leggen. En toen zei ik tegen hem, ik heb het niet koud. Ik bedoel, het is zoals het is. En ja, je zal daar toch verder mee moeten.